Oké, we gaan verder vandaag met de lezingen over de Heilige Schrift. We zullen vandaag spreken over de Bijbel en de hoogopgeleide intellectuelen. En wat die mensen hebben tegen dit boek en dit boek alleen. We spreken niet over een HSV, een MBG, een MBV, de Bijbel Moderne Taal. Het gaat uiteindelijk tegen dit boek, dit is het boek met de adem van God erop. We beginnen met Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12. En de schrift zegt: want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mers. Het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dit boek wordt beschreven als een boek dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard. En dat verdeelt de ziel en de geest en de samenvoegsel en des mers. En is een oordeler, het woord is eigenlijk kritikos, een kritiek van de gedachten en de overleggingen van het hart van de mens. En dat is de reden waarom zogenaamde hoogopgeleide intellectuelen allerlei uitvluchten vinden om de Nederlandse tekst af te wijzen. En het gaat zelfs verder in vers 13, dan wordt het boek als een levend boek beschreven. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Met andere woorden, als u dit boek opslaat, ziet God u aan met zijn ogen. Mensen of systemen die dit boek haat en niet willen dat God met zijn ogen hun onderzoekt of oordeelt, sluiten dit boek door wetenschap, filosofie of traditie in de laatste 200 jaar. En daarvoor werd dit boek eenvoudig verboden, in de donkere middeleeuwen, door de kerk van Rome. Je werd verbrand in Nederland onder de Alva en de Jezuïeten. Met een 50.000 Nederlanders omgebracht vanwege de schrift, de voorlopers van de staat, op grond van dezelfde Hebreeuwse Griekse manuscripten. In communistische landen, de Jezuïeten begonnen, onder andere door Marx, Lenin en Stalin, de Jezuïeten getraind, is het boek een verboden boek. Noord-Korea, China, voormalig Oostblok en moslimlanden. Ook begonnen door de Babylonische mysteriereligie, door Mohammed en zijn katholieke vrouw Khadija in de 7e eeuw na Christus. Ook daarin zien we dit boek is een verboden boek. Saudi-Arabië, Iran, Afghanistan. Dan nu. De mensheid heeft dit boek in zijn midden in het Duitsstalige gebied meer dan 470 jaar. In het Nederlandstalige gebied meer dan 380 jaar hebben we dit boek in ons midden. Het is een bijzondere zegen geweest. En dit boek is vertaald in meer dan 160 grote talen, in 200 minder grote talen, voor zijn 350ste verjaardag in 1900, begin van de 20ste eeuw. En het boek claimt absolute waarheid te zijn, zonder bewezen fout. En dat is wat de meeste hoogopgeleiden niet kunnen dulden. Laten we een paar versen lezen wat het boek over zichzelf zegt. We beginnen in het laatste boek van de Bijbel, in het boek Openbaring, hoofdstuk 19, vers 9. Aan het einde van vers 9 lezen we: en hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. In Openbaring 21 vers 5 lezen we: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. In met andere woorden, de woorden die u hier heeft zijn waar. Uiteindelijk, hoe ouder je wordt, wil je waarheid hebben. Waarheid zoeken. Tot de waarheid gesproken wordt. En dat is het enige boek dat dit beaanspraakt. Prediker hoofdstuk 12, vers 10 in het Oude Testament zegt: de prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. Dit zijn de woorden van de waarheid. En die zijn op papier geschreven in het Nederlands, die ieder mens kan lezen. Blijven we in het Oude Testament, gaan we een boek terug naar Spreuken hoofdstuk 8, vers 8. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid, er is niets verdraaids, nog verkeerds in.
Dus mensenwoorden zijn verdraaid en verkeerd. Dat is het hart van een mens, het is verdraaid en verkeerd. En de overvloed des harten spreekt de mond. Dat is niet het geval met de redenen van Gods mond. Die zijn in gerechtigheid gesproken. Nou, deze boeken kun je in geen enkel ander boek vinden dan in de Heilige Schrift. En de vraag is, gelooft u ze? Of twijfelt u eraan? Of gelooft u ze helemaal niet? Hier is wat Jezus Christus zegt over dit boek wat u in uw handen heeft, in Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Niet de waarheid, uw woord is de waarheid. Er is één boek wat de waarheid is. Dat is de Statenbijbel. Geen ander boek in Nederland kan dat van zichzelf zeggen. In bij mijn Johannes Evangelie, hoofdstuk 6, vers 63. En daar zien we het volgende. De geest is het die leven maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, die zijn geest en zijn leven. De woorden die Jezus tot hen sprak, nu opgeschreven in Nederlands, zijn geest en zijn leven. Niet zijn lichaam, niet zijn bloed, zoals de katholieken dit uitleggen en daarmee de katholieke mis rechtvaardigen. Zelfs in alle respect, als we hier een vinger zouden hebben van Jezus Christus en hem verspijzen, heeft het geen enkel invloed op de redding van uw onsterfelijke ziel nadat u gestorven bent. U zegt, waarom niet? Hij zegt, het vlees is niet nut. Het zijn de woorden die Jezus tot u spreekt, die zijn geest en die zijn leven. Johannes hoofdstuk 8, vers 47. Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. De reden waarom sommige mensen problemen hebben, zoals u daar nu zit en dit bekijkt, is u bent niet uit God. Daarom heeft u problemen met de woorden van God. En uitgezegd is altijd, wij laten ons corrigeren door de woorden van God en, de woorden, en wij corrigeren niet de woorden van God. Laat ons daardoor corrigeren. Dat is het probleem met de mensen. De oude Adamitische natuur is een verstokte, trotse, ongehoorzame, onbuigbare natuur en die wil alles beter en wil het altijd doen op zijn eigen manier. En dat is niet goed, want het hart van een mens is verderfelijk, zijn vlees is sterfelijk en een mens zou uiteindelijk sterven en zijn ziel gaat naar de hel, hij is verdoemd wegens zijn zonden tegen God. Nu, de meeste briljante, intellectueel, hoogopgeleide mensen, die hebben een geweldig probleem met deze verse die u net heeft gehoord. Hij gelooft in de 21ste eeuw niet de Nederlandse woorden in de Statenbijbel in 1637. En kan je voorstellen dat je daar een christelijke wetenschapper bent, die net de volgende passages heeft veranderd in dit boek, want die spreken namelijk tegen zijn motivatie die hem ontdekt heeft. Kom naar 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 5. Daar lezen we. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn. Van dit boek, die woorden is de waarheid. Menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Maar de laatste vier woorden hebben de christelijke wetenschappers uit een NBV, NBG, Voorhoeven, Telos, Willibrord of Nieuwe Wereld van de Van Jehovah Getuigen gestreken. Vers geldgierigheid is een woorden van alle kwaad. Nou, dat is natuurlijk niet goed, dat moet een beetje veranderd worden. De geldgier, dat is een van de belangrijkste redenen voor vele christelijke wetenschappers om in dit metier hun beroep uit te oefenen, zonder dit boek te geloven. Vers 20 wordt in alle nieuwe Bijbels veranderd, ook de HSV. Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. De wetenschap. Maar dat wordt veranderd in kennis. Dit verwijst heen naar de plaats waar alle afval begint, in Nederland, onder de zogenaamde christenen, ook orthodoxe christenen. Dat is op de universiteiten en de faculteiten van Groningen, Apeldoorn, Kampen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Veenendaal. Witte Wittenberg en andere bijbelscholen. Stel dus u een vraag. Of schrijft u ze? Welk tastbaar boek is de Heilige Schrift in het Nederlands met alle van God geïnspireerde en bewaarde woorden zonder bewezen fouten?
Niemand zal u daar een antwoord op geven en zeker niet handen geven als het gaat om de stapelbijbel. Wat ze verder veranderen, of graag veranderen, is 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 2. Dat toont namelijk aan dat wat die moderne wetenschappers doen in de naam van God. Dan lezen we het woord Gods vervalsende. Het wordt ook veranderd, maar het woord vervals is te negatief. Romeinen hoofdstuk 1 vers 18. Dan lezen we: de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar het wordt hem ondergehouden. Ze hebben hem wel, maar het wordt hem ondergehouden. Dus dit boek, en daarover zet je een HSV, een Voorhoeve, een Groot Nieuws, een Bijbel in de Nieuwe Taal, dat wordt ondergehouden. Als iemand dat boek hoog houdt, dan wordt hij uit de school gehoord, of uit de gemeente gehoord, of verliest zijn predikant een ambt. Dat is de strekking in de laatste dagen. Romeinen 1 vers 25, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. Er zijn heel wat nieuwe Bijbels die hebben deze waarheid veranderd in de leugen. Ik zal er 3 noemen. Ten eerste Romeinen hoofdstuk 1. Marcus. Hoofdstuk 1 vers 2. Daar wordt het woord profeten veranderd in de profeet Jesaja. In Johannes hoofdstuk 7 vers 8, het woord nog wordt daarin weggehaald. Dan maak je een leugenaar van Jezus Christus, want hij gaat wel degelijk op naar het feest. En uiteindelijk in Kolossen 1 vers 14, dan worden er 3 woorden uitgelaten, namelijk door zijn bloed. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Als je het woord door zijn bloed ervoor uithaalt, dan is het verlossing wordt gelijkgesteld aan de vergeving der zonden. Dat is nooit hetzelfde. In het Oude Testament was niemand verlost. Er waren wel mensen die hun zonden vergeven kregen door een offer te brengen met dierenbloed. Maar dierenbloed naar Hebreeën 10 kan geen zonden wegdoen of een ziel verlossen. Dus hier worden 3 leugens gesteld in de Nieuwe Bijbels. Je maakt een leugenaar uit Jezus Christus, een leugenaar uit God de Vader, een leugenaar uit God de Heilige Geest. Want daar zijn in Marcus 1 vers 2 en 3 2 citaten uit Maleachi en uit Jesaja. En dat wordt veranderd in de profeet Jesaja. Met andere woorden, het citaat uit Maleachi staat niet in Jesaja. En de reden is dat het citaat uit Maleachi een verwijzing is naar Jehovah God die spreekt. Die dan gepersonificeerd werd in de vervulling in het Nieuwe Testament in de persoon van Jezus Christus. En er is iemand die het niet graag heeft dat het openbaar wordt dat Jehovah God Jezus Christus in het vlees is. Wel nu, er zijn honderden destructieve critici die één doel hebben, dit boek voorkomen verwoesten. Zoals Pilatus en Herodes vrienden werden, op het moment dat ze een gemeenschappelijke vijand zagen, Jezus Christus, is het ook het geval met charismatische, gereformeerde, vrije evangelische, baptisten, calvinistische theologen. Ze hebben één gemeenschappelijke haat, dit boek, het tastbare geschreven woord van God. En waarom is dat zo? Dit boek kan hun benen breken, kan hun motieven onderscheiden en oordelen. En kan elke valse mening die ze hebben over zichzelf, hun vrienden, hun mentoren of hun originele manuscripten weerspreken. Het laat hun individuele zonde uitkomen en oordeelt ze. En het brengt oordeel over hun wetenschap, hun geloofsbekentenissen, hun herzieningen en hun persoonlijke levens en hun bijbelvertalingen. En dat is wat het boek kan doen. En ik heb het vaak in het Nederlands gehad. Ik heb debatten gehad met jezuïetenpriesters. Het eerste wat ze doen is de Reformatiebijbel, de Nederlandse Statenbijbel, direct ondergraven. Ik heb het boek dat op de index van de verboden boeken stond van de Kerk van Rome. Honderden jaren lang. Dat mocht niet gelezen worden. Sterker nog, er zijn tienduizenden Nederlanders verbrand en vervolgd wegens dit boek. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog door de katholieke naties zijn veel bijbelleraren en predikanten naar het kamp Vught gegaan, het enige SS-kamp buiten Duitsland, en zijn op een afschuwelijke manier omgekomen. Ik heb het gezien met Jehovah getuigen toen we daar discussies of debatten mee hadden. Ze konden nooit ingaan tegen dit boek. Ik heb één grote les geleerd in al die 30 jaar dat ik aan de goede zijde van het kruis mocht staan, is dat alle sectes altijd de tekst van de Statenbijbel dienen te veranderen. Altijd.
Een dwaalleraar kan nooit de tekst, ik heb over de Nederlandse tekst, het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Statenbijbel, die moet hij veranderen om zijn dwaalleer te kunnen rechtvaardigen. Zeven Nagatentisten, we hadden vorig jaar een debat met hen. Ze hadden een herziene, Statenbijbel zou je kunnen zeggen. En het eerste wat ze deden is de tekst van dit boek aanvallen. Om een idee van zieden slapen en zevende dag in plaats van de eerste dag van de week te rechtvaardigen. En je ziet hetzelfde met heel veel zendelingen, heet het in dagen, die hier komen uit allerlei gebieden, of predikanten, of mensen die een bepaalde theologische opleiding genoten hebben. Het eerste wat ze doen is het geloof in dit, deze reformatietekst, ondergraven. Opdat zij zelf het uiteindelijk gezag zijn kunnen. Nu, de vraag is, waarom hebben veel van deze hoogopgeleiden een probleem met dit boek? Dat is heel eenvoudig te zeggen. De meest hoogopgeleiden hebben een probleem met dit boek, want dat boek laat hen niet alleen. En het zegt ze precies wat de zonde van hen is. Dat is de absolute, afschuwelijke waarheid, niets anders dan de waarheid. Dit was een briljante in hoogopgeleide wetenschapper, tegen zijn medewetenschapper zei, ja, waarom geloof je die Bijbel niet? Waarom probeer je het altijd te corrigeren? Waarom laat je het gewoon niet alleen als je het niet gelooft? Wel, zei die hoogopgeleide dokter in de theologie. Omdat het mij niet alleen laat. En dat is de waarheid. Hoe waar is dat? En de reden dat het niet alleen laat, is dat er één boek is met Gods adem wat spreekt, wat leeft. Andere boeken zijn dode boeken. Het zijn woorden van God, wat zijn dode boeken. Het is vermengd met de woorden der mensen. En deze wetenschappers komen in een emotionele paniek als dit boek als autoriteit geleerd en gepredikt werd. Ze weigeren zich daaronder te stellen. Waarom? Ze willen Nicolaïten zijn. Nicolaïten. Nico van het Griekse woord Nikao. Dat betekent heersen over, overwinnen. En dit is het onze woord voor leken. En Jezus Christus zegt in Openbaring, hoofdstuk 2, vers 6 en vers 13. Hij haat de leer en de werken van die Nicolaïten die in de donkere middeleeuwen regeerden. Over het arme volk dat geen Bijbel mocht hebben en geen Latijns mocht leren. Heden ten dagen wordt het boek door wetenschap, traditie en filosofie ontkracht. En wat doet men heden ten dagen? Men probeert dan zelf over die Bijbel te staan en zeggen, ja, ik ken het Grieks, ik ken het Hebreeuws, je moet naar mij komen, ik ga jou vertellen wat de woorden van God zijn. Je kunt mij niet beoordelen aan de hand van een boek. Nee, ik beoordeel jou en dit boek aan de hand van mijn ongeredde verstand. Wel, ik wil je een paar dingen zeggen die het ware probleem dat wetenschappers hebben met de Bijbel, is niets van de volgende zaken. En u denkt dat misschien, maar dat heeft niets te doen met het ware probleem. Geaccrediteerde wetenschap, erkende wetenschap, goddelijke wetenschap, oudere en betere manuscripten, jaren van onderzoek, monumentale wetenschap, ware biblicisten, militante fundamentalisten, oorspronkelijke autografa, beter verstaanbare herziene bijbels, communicatietechnieken, receptors, dynamische equivalentie, formele equivalentie, antepenultum, vocale shivas, epsilon contract werkwoorden, genitief absolutum, infinitief constructie, dode zeerollen, venom codices, de Bodle papieri, Alexandrijnse, Westerse en Caesarianische families van manuscripten, de woordelijke inspiratie, historische posities of andere nonsens. Dat zijn gewoon termen en woorden die door wetenschappers worden gebruikt om hun inkomen te verdienen. Het ware punt is dat dit boek levend is. En het heeft de adem van God erop. De adem van de levende God ligt op één boek in het Nederlands, is de Statenbijbel. We lezen in Jeremia 23, vers 36 het volgende. Maar des Heeren last zult gij niet meer gedenken, want een iegelijk zal zijn eigen woord een last zijn, terwijl gij verkeert de woorden van de levende God, de Heere der Scharen, onze God. Dat is wat al die vertaalcomité's doen van de HSV, de Telos, de Voorhoef, de alle 4-5 drukken. De Groot Nieuws, de Hoop, de Wanhoop voor Allen, de Bijbel Moderne Taal, de Narendse Bijbel,
de Voorhoeve, de Winniebrood, de Jehovengetuigenbijbel, de Obbek in Leidse vertaling. Het boek is leeft, het leeft. En als het actief gepreekt wordt, valt het mensen aan. En de eerste die het aanvalt en aanklaagt zijn de wetenschappers die in naam van God dit boek corrigeren. En de vraag stellen, ja, heeft God werkelijk gezegd? Laten we een paar referenties bekijken in Jesaja hoofdstuk 29, vers 10 en vers 11. Want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten in uw hoofden en de inzieners heeft hij verblind. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan zeggen, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Komen we naar Lucas hoofdstuk 10 in het Nieuwe Testament, vers 21. De dieruren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u, Vader en Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Hij heeft het kinderkunst geopenbaard en heeft het niet de verstandige en de wijze geopenbaard. En Jezus verheugt zich daarin om degene die veel van zichzelf houden en denken tot dwazen te maken en niet die waarheid te openbaren. We lezen het verder op in de brief van Paulus aan de Korinthe, in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 29. Iets soortgelijks. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijze der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nadat wel in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God de behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. En dan gaan we iets verder, vers 27. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen. Zo het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, wat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat het geen iets is, wat hij het geen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dat is de reden waarom God zich openbaart door een boek en hij heeft er geen christelijke wetenschap voor nodig. En speciaal als het gaat om de hoogopgeleide natuur in het christelijke kamp. Het christelijke kamp wat de neiging heeft zichzelf boven Gods woord te stellen. En nogmaals, de vuistregel is, corrigeer alle boeken, commentaren, bijbels met één boek. Dit boek, de Statenbijbel, uitgave van de GDS in Leerdam. U zult nooit twijfelachtig, nerveus of zijn om zoiets te doen. U kunt daar 100% op vertrouwen. God heeft zijn adem, zijn geest erop gegeven en de vruchten daarvan zijn zichtbaar de laatste 380 jaar in Nederland. Niet alleen toen het boek hooggesteld werd, ook toen het boek aan de kant geschoven werd, te beginnen 1939 met het Nieuwe Testament. Een jaar later kregen we de Rooms-Katholieke macht te voelen van de Rooms-Katholieke Oostenrijker Hitler, die zonder oorlogsverklaring Nederland aanviel. Het goud heeft geplunderd, de kunstschatten heeft geplunderd, de voorgangers heeft gedood, de Joden weggenomen heeft. Dat is wat Rome doet. Het is gewoon een nieuwe inquisitie onder de vorm van nazi's. Nazisme. Niet de Duitsers, het is het nazisme. En er zijn genoeg Nederlanders geweest die daar ook aan meegedaan hebben. Het is het nazisme, het is een katholieke beweging die onder een derde organisatie, die ze zelf georganiseerd hebben, de nazi's, opereren om de vijanden van hen, de vijanden van het boek, Joden van het Oude Testament, christenen van het Nieuwe Testament, een kopje kleiner te maken, letterlijk. Dus er is niet alleen een Joods holocaust geweest, er is ook een protestante holocaust en een orthodoxe holocaust geweest. Die de laatste twee hebben nog veel meer mensen omgebracht dan de Joodse holocaust. En dat is de hand van Rome. Rome haat orthodoxe protestanten te roepen die het Nieuwe Testament, de receptus, aanvaarden. En de Joden die het Oude Testament hebben. De boek en ook, dat moet ik erbij zeggen, weet u misschien niet. Er werd direct de druk van bijbels verboden in Nederland toen de nazi's Nederland binnenvielen. Ieder intellectueel op deze aarde weet instinctief dit boek is tegen hem. En nogmaals, de Statenbijbel is de motiverende kracht geweest, of motivatie geweest,
voor alle wetenschappelijke opleidings- en bijbelsactiviteiten die op in Nederlandstalig gebied plaatsgevonden hebben de laatste 380 jaar. Ook als ze er tegen geweest zijn. De ware opkomst van wetenschap begint op het moment dat Luther de Bijbel vertalen laat in het Donisvat in Antwerpen in 1425. En dan zien we dat er een opkomst komt van ware wetenschap. Daarvoor was het gewoon donkere middeleeuwen, inclusief de wetenschappelijke universiteiten waren onder de autoriteit van Rome. Er was geen wetenschappelijke vrijheid. Ik weet misschien heel veel dingen niet, maar één ding weet ik. Ik ken dit boek en ik weet wat er in dit boek staat. En dit boek zorgt direct voor een acute stress voor elk hoogopgeleide intellectueel. En de verschrikkelijke realiteit is dat het inkomen van duizenden opgeleide christelijke intellectuelen afhankelijk is van dit boek. En vooral van het vak aanvallen van dit boek. En uiteindelijk is het zo dat dit boek regeert de wereld. Inclusief alle die het haten, alle die het niet geloven, alle die het veranderen, alle die het ontkennen, alle die het belachelijk maken, alle die het censureren, zoals in de katholieke, moslim en communistische landen, alle die het verbranden, alle die het niet serieus nemen. Het pakt hen aan. Dit is het boek wat de wereld beheerst. Dit is het boek met de woorden van God. En God heeft uitgemaakt, zo en zo zal deze wereld uiteindelijk gaan. Zo zal de toekomst gaan. Onafhankelijk wat u of ik er wel of niet van geloven. Het enige wat belangrijk is, is dat u op een punt komt, hopelijk, zoals ik ooit op een punt kwam, dat ik zeg, ik kan niet tegen dit boek en de God van dit boek strijden. Hij is wijzer, machtiger, alomtegenwoordiger als ik. Ik kan me beter vrijwillig aan hem onderwerpen, hem geloven en doen wat hij van me vraagt. En dan in plaats van Gods toorn, kan ik zijn zegen ervaren. Niet alleen na het leven in de hemel, maar reeds op deze aarde. Ieder die van dit boek aangevallen is, zal daar of in geloof op antwoorden en tot erkennis de waarheid komen, of in ongeloof het afwijzen. Dat laatste gaat uiteindelijk naar de hel. En een leven waarin Gods geest zich tegen u keert. De duivel kan u zegen, uiteindelijk zult u sterven en in de brandende hel gaan. Het alternatief is, u onderwerpt u gelooft aan de Heer Jezus Christus, u ontvangt zijn gerechtigheid, zijn geest die in alle waarheid leidt, en dan ontvangt u ware vreugde en vrede. Plus, op zeker als uw ziel sterft, zal die ziel direct naar de plaats gaan waar Jezus Christus nu is, aan de rechterhand van de Vader, waar hij bidt voor uw ziel. U kunt niet onverschillig staan tegen dit tweesnijdend zwaard. En wat dit boek doet, wil ik als afsluitende vers met u lezen, vinden we in type of beeld in Jozua hoofdstuk 3, Richter hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 22. Ehud maakte zich een zwaar dat twee scherpten had, welks lengte een el was. En hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. Het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Maar hij zelf keerde weder van de gesneden beelden die bij Gilgal waren en zei, ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning. De welke zeide, zwijg, en allen die om hem heen stonden gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal die hij voor zich allen alleen had. Zo zeide Ehud, ik heb Gods woord aan u. Toen stond hij op van de stoel. Ja, geloof in God, hij had respect voor God. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Dat ook het hecht achter het lemmet inging en het vet om het lemmer toesloot. Want hij trok het zwaard niet uit zijn buik en de trek uitging. Dus hij pakte dat zwaard, hij werd natuurlijk gefouilleerd. De meesten waren rechtshandig, dus we hebben hier gecheckt dat hij niet een zwaard neemt, maar hij was een linkshandige. Hij pakte het zwaard vandaar en hij stak het direct in de buik en die man stierf. Dat is wat het woord van God doet. Het verwondt mensen. Het doodt mensen. Het toont aan wat God zal doen in de eeuwigheid, met uw ziel, in de toekomst met deze wereld, wat hij gedaan heeft in de verleden tijd, wat hij nu voor u kan doen door zijn Zoon Jezus Christus. De vraag is, moet u geloven of niet geloven? Geloof komt, ik wil nog even afsluiten, in Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. Waarom is het zo belangrijk om deze serie lezingen goed te volgen? Als het gaat om waarom is het boek met de adem van God. Zo
Zo is dan het geloof uit het gehoor door het woord Gods. Hier is het woord van God. Op grond hiervan komt geloof wat ik u preek, hopelijk tot u. En dan kunt u zeggen, ik mocht deze Heer Jezus Christus maar proberen aan te bidden, aan te roepen. Ieder die de naam des Heer aanroept zal zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, u en uw huis. Dank u wel.